hele goede morgen, lieve mensen. Misschien horen jullie het wel op de achtergrond, maar de tv staat aan. Ik was namelijk eventjes de vlog aan het editen en dat doen we hier wel eens even de tv aan, zodat ik even een half uurtje rustig dat kan doen. Vanmorgen is de fysio geweest. Luna heeft namelijk een beetje last van een bepaalde soort tics die ze doet als ze gefrustreerd is. Dus ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Ook is ze heel erg mieperig en moet ik haar gewoon eigenlijk wat minder de zin geven. Zij is heel erg dat als ze zit en ze krijgt iets niet voor elkaar, dat ze dan gaat miepen. En dan pak ik het eigenlijk altijd voor haar en dan geef ik het aan haar en dan is ze weer rustig. Maar ze gaat je ook echt zo super zielig aankijken als ze dat doet. Dus dat mag ik niet meer doen en ik moet haar gaan verbieden als ze... Zij gaat zichzelf bijten als ze heel erg boos is. Als ze Marley voorbij ziet kruipen en dat lukt haar nog niet. Het lukt er wel bijna, ze kan wel tijgeren, maar nog niet zo snel kruipen als Marley. En als ze dan Marley voorbij ziet kruipen, dan gaat ze zichzelf wel eens bijten zo. Of ze gaat heel... Nou, ze heeft dat ze gaat wiebelen. En dat is gewoon een beetje, zeg maar, ontdekken waar haar evenwicht zit. Maar ze heeft ook dat ze gewoon echt gaat bonken. En dat is ook gewoon een beetje frustratie. Ja, hè, kleine meid. Dus dat moeten we een beetje gaan afleren, hè? Ja. En wiebelen op zich is niet zo erg. Dus een klein beetje wiebelen. Maar soms doet het echt met keiharde vaart. En dat is... kijk, dit is niet erg. Oh, ik weet niet. Ik was misschien net te laat. Dit is niet erg. Dat is gewoon een beetje ontdekken hoe haar eigen lichaampje zit. En hoe het allemaal werkt. Maar soms doet ze echt keihard bonken. Ja, dat moeten we dus een beetje af gaan leren. Dus dat gaan we dan maar doen, hè. Moet ik je streng aanspreken? Vind mama helemaal niet fijn. Ik wil dat allemaal helemaal niet. Ik vind het gewoon... Ik vind het allemaal zo zielig. Maar dat is natuurlijk... Uiteindelijk heeft zij er meer aan als ik even wat strenger ben. En er wat van zeg. In plaats van dat ik alles maar laat gebeuren. Maar ja, het is gewoon een stukje opvoeding ook. En ik merk dat ik opvoeden best wel niet lastig vind. Maar ik merk dat ik wel snel te makkelijk zou zijn. Oké, de bel ging net. En er kwam een pakketje binnen. En ik heb een paar dagen geleden, ik geloof 2 of 3 dagen geleden, een pakketje besteld. Tenminste, ik heb kleding besteld op een website. Voor als de mensen nieuwsgierig zijn, alle kleding die ik heb besteld komt van Sarah.nl. Ik zeg het goed. Ik heb het dus niet gekregen. Ik heb het gewoon besteld. Ik had een outfit nodig voor kerst. Dus ik ga het even laten zien wat erin zit. Ik heb vandaag echt even een pyjama dagje. Echt geen zin. Ik heb wel al net gedoucht. Maar ik heb gewoon weer lekker een trainingspak aangetrokken. Ik ga zo ook nog even een trui aantrekken. Want het is wat frisser dan ik hoopte. Ik hoop dat alles erin zit. Ja, zo te zien wel. Yes, 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 yes. Ja, alles zit erin. Oh my god, ik ben zo blij. Yes. 10% korting op de volgende bestelling. Nou, helemaal mooi. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar deze. Oké, ik denk... Ik denk dat deze perfect is. Ik ben al heel erg lang op zoek naar een skaterrokje. Maar ik had het elastiek wat heftiger verwacht of zo. Ik denk dat hij misschien wel iets te groot is. Maar dat is niet erg. Ik heb hem liever iets te groot dan te klein. Ik denk dat hij perfect is. Hij kan precies... I wasted. Ik ga hem even over mijn trainingsbroek aantrekken hoor. Oh, misschien is hij wel te klein. Oh, wat erg. Ik krijg hem niet eens over mijn heup heen. En dit is een maatje M. Oh. Oké, misschien als ik geen broek aan heb dan wel. Eén moment hoor. Oké, nou hij zit hoor jongens. En hij zit wel... Hier zit hij wel precies goed. Ga ik deze nog even aan de voorkant doen. Zo. En dan is de bedoeling dat ik deze blouse hier overheen doe. Ja, top. Dit is in ieder geval helemaal top. Dan nog mijn schoenen. Ik hoop dat die ook helemaal top zijn. Ze zien er in ieder geval wel heel erg vet uit op het plaatje. Oh, ja, ik vind ze zo vet. Oeh, I like this. Ja, perfect jongens. Mijn kerstoutfit. Dit is dus mijn kerstoutfit. Ik ben er echt super blij mee. Laat me even weten of jullie hem ook zo leuk vinden of niet. Alle spulletjes komen bij Lesera vandaan. Dus misschien als je nu nog bestelt. Want dit is allemaal gisteren binnengekomen. Op de dag dat deze vlog online komt.
dan heb je het misschien nog op tijd binnen. Ik had niet verwacht, ik had het eergisteren besteld, geloof ik, dat het zo snel binnen zou zijn. De baby's die hebben net lekker gegeten. Tenminste, ik heb ze net lekker een fruitpotje gegeven. En nu krijgen ze na het eten krijgen ze altijd nog even lekker een koekje. En ik dacht, we gaan lekker zo naar de visboer. Want ze hebben al een paar weken geen vis gegeten. En dat vinden ze echt heel erg lekker. Maar eerst gaan ze nu even dat koekje opeten. Normaal geef ik eigenlijk een boterham erbij. Maar anders zitten ze te vol voor de vis. En aangezien het toch nog wel even lopen is, dacht ik, nou, dan krijgen ze nog even een koekje. En dan kunnen we daarna een visje gaan halen. Dus jullie gaan nu gewoon kijken hoe ze een koekje opeten. Tenminste, Marley zit er nog mee, maar die doet er echt altijd, soms doet ze er echt uren over een koekje. Dus daar gaan we niet op wachten. Neem de koekje maar lekker mee onderweg, anders kunnen we pas weggaan tegen de tijd dat zij op bed moet. Ja hè, Loen? Wij gaan lekker aankleden. Ik heb twee van die heerlijke sneeuwpakken voor ze. En ik doe er niet al te veel kleding onder, anders wordt het weer te warm. Ik heb al een paar keer gehad dat ze echt half bezweet eruit kwamen. Dus ik dacht nou, we laten ze lekker in een rompertje en hun majootje erin. Dan krijgen ze deze pakjes aan. En dan nog een sjaaltje erbij. En dan is het prima. Dan hebben ze het warm zat. En ze krijgen wel altijd schoentjes aan. Schoensloftjes. Ik heb of deze Uggs die ze aankrijgen. Dit zijn de neppen. De echte die doe ik ook wel eens aan. Maar ben ik heel erg bang om te verliezen. Dus helemaal niet handig. Of deze super schattige schoentjes uit Roemenië. Van echt schapenwol. Die zijn ook heel erg fijn. Nou, we zijn lekker bij de visboer hoor. En dat gaat altijd gepaard met een hoop gehuil. Want de kinderen weten als ze hier zijn dat ze ook vis krijgen. Dus dan hebben ze heel weinig geduld ineens. Ze vinden vis echt heel erg lekker. Maar ik moet natuurlijk altijd nog een beetje afvoeren. Kijk eens. Ongeduldje. En Marley heeft wat dat betreft meer geduld. En mama ook. Mama wil ook een hapje. Lopen. Het is iets kouder dan heen, voor mijn gevoel. Maar het valt op zich nog wel mee. Het is best wel lekker. Mijn lens is weer helemaal. Ik heb mijn camera ook al twee keer laten vallen vandaag. Echt keihard. Gewoon op de tegels twee keer. Niet eens op het tapijt, want op het tapijt is het niet eens heel erg. Maar op de tegels. En ook echt van een hoge afstand. Vanaf gewoon handhoogte, zeg maar. Heftig. Nou jongens, ik ga weer even lekker doorlopen. En ik zie jullie gewoon thuis weer in 3, 2, 1. Oké, we zijn echt net thuis en daarom beslaat mijn camera ook nog, want we komen letterlijk van warm naar koud. Ik heb snel het bad vol laten lopen toen we thuis waren. En de baby's die zitten nu lekker in bad te spelen. En ja, tegenwoordig doen we ze in bad zonder hun badstoeltjes. Ik vooral, ik weet dat mijn oma het nog steeds met badstoeltjes doet en Thomas ook. Maar ik vind dit vooral
zelf makkelijker. En ik weet dat mijn oma het andere makkelijker vindt. Dus per persoon kijken we hier gewoon wat ze het makkelijkst vinden. En dan de badstoeltjes staan er toch nog. Dus die kunnen gewoon nog gebruikt worden. Maar ik vind het wel leuk als ze een beetje bewegingsvrijheid hebben. En ze dat dan ook gewoon lekker, lekker kunnen spelen in bad. Vinden ze zelf ook wel leuk. Ja, hè? Oh, jullie worden helemaal niet scherp gesteld. De camera kan jullie cuteheid niet aan. Nee. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shining every color, resting your head in my arms. You sing la la.